VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. In deze laatste aflevering blikken we terug op het seizoen 2018-2019. Een seizoen met voornamelijk hoogtepunten, waarbij VVV zich probleemloos handhaafde op het hoogste niveau. VVV Live-verslaggever Maarten Bastiaans kijkt nog één keer uitgebreid terug met trainer Mauri Stijn. Maurice, 18 april 2018 werd de handhaving van VVV officieel in de Eredivisie. Begint vanaf dat moment al het nieuwe seizoen voor jullie? Ja, nou, dat begint al eerder. Wij waren natuurlijk wel op die datum officieel zeker van de Eredivisie. Maar wij pakten na de winterstop ook zoveel punten al gelijk dat we eigenlijk al vrij snel het idee hadden, hey, dat zit wel goed dit jaar. En, dus je bent eigenlijk vanaf december, januari ben je wel zo'n beetje bezig met de voorbereiding al voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk hou je dan rekening met twee scenario's. Maar ja, wij gingen er eigenlijk al vrij snel vanuit dat we volgend jaar of dit jaar ook in de Eredivisie zouden spelen. Die scenario's, dat zijn ook de bekende lijstjes met de namen van spelers. Toen kon het lijstje Super League definitief de prullenbak in. Hoe gaan jullie dan op met zo'n nieuw lijstje? Worden dan meteen linkjes uitgegooid? Nou, nee. Je kijkt gewoon in eerste instantie wat zijn de beste spelers. En het hoeft niet altijd zo te zijn dat je een lijstje Eredivisie en Jupiler League hebt. Dat hoeft niet altijd zo te zijn financieel. Want ja, weet je, ook de top van de Jupiler League en de onderkant Eredivisie, dat verschilt ook niet zoveel. Dus ja, je gaat in eerste instantie kijken welke posities heb je nodig. Welke kandidaten komen daarvoor in aanmerking. En dan ga je kijken of dat haalbaar is. En natuurlijk zijn er altijd een aantal kandidaten die ook zelf niet in de Jupiler League willen spelen. Die willen echt alleen maar in de Eredivisie. Dus dan ga je wel van het rijtje strepen. Maar gelukkig was dat in dit geval niet nodig. Toen kwam de lang verwachte transfer van Vito van Krooij en Clint Leemers naar PEC Zwolle. Een aderlating misschien wel. Hoe kijkt u terug op die transfer? Zag je het zelf aankomen? Ja, dat speelde natuurlijk al wat langer. En weet je, op een gegeven moment heb je ook een periode of komt er een moment dat spelers eigenlijk toe zijn aan de volgende stap. En dat vond ik bij Vito en bij Clint, die hadden het allebei hartstikke goed gedaan. Ik wilde ze allebei heel graag houden. Maar zij wilden de stap maken, de club kon het geld goed gebruiken. En dan moet je die spelers ook zo'n stap gunnen. Dus dit zat er al langer aan te komen. Het duurde helaas voor die jongens wat langer, want ze hebben de voorbereiding bij ons opgestart. Het is altijd beter om gelijk vanaf de eerste training daar te zijn. Maar dat dit zou gaan gebeuren, dat was voor ons wel duidelijk, ja. Dan staan daar Pinum Lapa, Tinus van Susic en Jero Grot tegenover de komst. Ik noem er even drie. Relatief onbekende in Venlo. Hoe zijn die transfers op gang gekomen? Ja, dat komt vooral door het netwerk van Stan. We krijgen heel veel spelers aangeboden. En Stan filtert dat eigenlijk dagelijks. En kijkt dan, wat zijn de haalbare, welke spelers zijn echt haalbaar. Hè? Want er wordt altijd van alles aangeboden. Dan ga je ook kijken, dan ga je je informeren. En dan ga je kijken naar wat voor type jongens zijn het. Je gaat gesprekken met die spelers aan. Ja, en als dan blijkt dat het van beide kanten goed zit, dan ga je proberen eruit te komen middels een contract. En ja, bij die spelers is het op die manier ook zo gegaan. En het blijkt wel dat met alle drie een schot in de roos is geweest. Had u bij aanvang van het nieuwe seizoen al meteen het gevoel dat deze selectie Eredivisie-proof was? Jawel, omdat natuurlijk je raakt je voorhoede kwijt, want we raakten Vito en Clint kwijt, onze topscorers, maar ook Lennart T kwijt, Hunten, Kastelen. En je krijgt een aantal onbekende jongens terug die ook gehuurd waren. En die bij hun vorige club ook weinig speelden. Maar je zag wel dat ze kwaliteit hadden. En de kern bleef intact. Dan heb ik het over de laatste vier met de keeper. Rutte, Promes, Reuselaar, Jansen. Het middenveld had je Seuntjes, had je Opoku, Post. Dus ja, de kern bleef intact. Alleen voorin hadden we nieuwe spelers nodig. En dat ging vrij snel. Zag je dat er wel een chemie in die groep kwam. Het programma loog er direct niet om, een lastige opening. Maar VV stond tegelijk. Hoe kunt u die goede start verklaren? Ja, maar dat was ook wel een beetje geluk. Hè. Je moet soms ook, het moet ook een beetje meezitten. Want we begonnen bij Willem II uit. Nou ja, die zijn 8e of 9e geëindigd. Daarna kregen we Ajax thuis. Nou goed, wat die voor waanzinnig seizoen hebben gehad, dat hoef ik niet te herhalen. Dan heb je Utrecht uit. Maar feit is ook dat je de eerste wedstrijd bij Willem II eigenlijk maar één goede kans hebt. Die gaat erin.
En we krijgen een farm moment, krijgen we nadat Sol de bal scoort. Ja, wat volgens mij niemand heeft gezien in het hele stadion, wat een hensbal was. Dus die wedstrijd win je met 0-1. Nou, dan krijg je de wedstrijd tegen Ajax. Die verlies je dan weliswaar, hè? Lullig ook met de VAR. Maar dat geeft wel heel veel mentale weerbaarheid in de ploeg. Hè? Die zien dan toch, hey, Ajax speelt Champions League en wij kunnen het zo lang goed volhouden. En dan uit bij Utrecht pak je een punt. Dus dan valt het ook allemaal net op zijn plek. En dan, dat moet je ook wel eens hebben in zo'n seizoen. Moreno Rutte. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Veel gaat over die kant. Nu dan een keer een voorzet met rechts. En dan zit hij er wel in. En dan kan het er maar eentje zijn. En de scheidsrechter is nu in overleg met de VAR. Kevin Blom, of dit doelpunt misschien wel moet worden afgekeurd. Is het niet gewoon een hensbal van Sol? Het doelpunt wordt afgekeurd. Het doelpunt telt niet van Sol. Het blijft 1-0. Blind haalt daar de bal weg, maar hoe ver is weg? Is helemaal niet ver. VVV op voorsprong. Maar Blom is aan het overleggen. Shirtje trekken, de goal wordt afgekeurd. No. Tino Susic. 1-1. VVV pakt een punt in de Galgenwaard. Tot frustratie van de supporters, de spelers en de staf van FC Utrecht. Die de eerste helft de wedstrijd volledig in handen hadden. Ja, als VVV wat wil, zal het zo moeten. En dat lukt ook nog. Patrick Joosten 1-1 uit het niets. Uit het niets. Het zat er helemaal niet in. Maar hij is er toch. Uitgerekend de nieuwe man. Niet veel later volgde zege op de Graafschap en NAC. Dus ze zeggen altijd dat tweede seizoen in de Eredivisie is misschien wel het moeilijkste. Waren die twee overwinningen gelijk een signaal naar de concurrentie? Ja, dat, zo heb ik dat wel gezien. Want als je zeg maar van tevoren kijkt van, met welke ploegen speel je om die onderste plekken. Dan heb je het inderdaad over Excelsior, de Graafschap, Emmen, Fortuna, NAC. Ja, en als je dan tegen die ploeg gelijk al wint. Hè, de Graafschap uit, NAC thuis. En je echt een hele goede start hebt. En je eigenlijk helemaal niet naar onder hoeft te kijken. Dan is dat wel een signaal gelijk naar die andere ploegen, ja. Daar kwam weer Susic. Daar is Susic weer en nu moet hij scoren. Ja, helemaal vrij, dwars door het midden. En dan is het bij de tweede gelegenheid voor Tino Susic wel raak. Lappa legt de bal daar goed neer. Het is 0-2. Het is 0-2. En Post is de man die dat doet. En ook Post scoorde al eerder dit seizoen. Post. Voorzet is goed. Kopbal ook. Die moet er dan alsnog in. Ja, die gaat erin. Van heel dichtbij krijgt Opoku opeens de kans. En die neemt hem natuurlijk wel heerlijk uit de lucht. Zoals iets vanaf 11 meter. Ja, onberispelijk. 2-0 VVV. Zeuntjens. Grot. En die schiet hem erin. Het is 3-0. Eerste doelpunt voor VVV van J. Roy Grot. Waar de start goed was oktober een iets mindere maand. Alleen de zege op ADO. Konden we toen spreken van een herfstdip? Ja, je kijkt door zo'n heel seizoen. Kijk je gewoon. Je hebt 34 wedstrijden. We hebben nu 41 punten gehaald. En dan heb je ja, goede momenten en slechte momenten. Hè. De ene keer heb je een beetje, wat ik net al zei, hè, die eerste wedstrijden heb je een keer geluk. Misschien in die maand oktober hebben we 1 of 2 keer hebben we goed gespeeld. Dan krijg je het net niet. Dus ik kijk niet zozeer naar herfstdip of een dip na de winterstop. Ik kijk gewoon puur van, nou ja, wat heeft het hele seizoen opgeleverd? En je ziet heel veel ploegen die, ja, de ene keer valt het net een keer goed, de andere keer valt het net een keer slecht. Dus ik denk dat wij heel erg stabiel zijn, eigenlijk al heel lang. Dus ja, van een dip, ik ben nooit zo bang voor zo'n dip.
In oktober was een van de opvallendste momenten, misschien wel de bekerwedstrijd tegen AZ. Het was een wedstrijd die begon met heel veel wissels. Veel andere spelers die aan het begin van de wedstrijd in de basis stonden. Waaruit kwam die keuze? Nou, dat was ook deels noodgedwongen. Wij zaten in die periode dat we een aantal zware uitwedstrijden hadden. En we hadden een aantal spelers die toch wat lichte klachten hadden. Dus ik wilde gewoon met een fitte groep. En ik vond dat de nummers 12 tot en met 18, als je daarover mag spreken. Ik vond dat die allemaal ook eredivisie waardig waren. Hè. Ik heb ook Oenerstal toen op het doel gezet. Dus voor mijn gevoel waren dat de fitste op dat moment. En als je dan dat na dan terugkijkt, dan denk je, ja, qua samenstelling was het misschien niet heel handig. Maar wij hebben daar toen achter gestaan. En we hebben ook voor een bepaald plan toegekozen. Ja, dat was ook een beetje ongelukkig ook in die wedstrijd geweest. Dus, maar het was heel bewust. Begint de maand november heel knullig. Met het uitgevallen licht in de Kuip. Toen stond hij daar met een fitte selectie. Baalt u er dan van dat hij op 6 december terug moet met een gehavende selectie? Ja, dat was wel heel gek. Je hebt soms van die wedstrijden, hè, die wedstrijd in de Kuip begon. En dan heb je gelijk, we waren met een topfitte groep daar zo. Hè. We zaten goed in ons vel en ik had echt het idee van, hey, wij kunnen hier gaan stunten vandaag. En ondanks dat die wedstrijd maar een minuut heeft geduurd, heb je dat zo'n gevoel in zo'n warming-up en met de start. En dan zie je dat we krachtig zijn. Dus dat was wel echt, vond ik, heel zonde dat wij die wedstrijd in moesten halen, net tussen een hele drukke periode. En dat we toen ook veel mensen misten. Dus dat was wel een gemiste kans, ja. Maar goed, ook hier kon je niet zo heel veel aan doen. Als we dan wel terugkijken op de maand november. Winst op Fortuna en gelijkspel tegen AZ. Het was gewoon een hele goede maand. Ja, dat was het ook. En nogmaals, het was alleen erg jammer dat die wedstrijd destijds tegen Feyenoord afgekeurd werd. Dat we hem later in moesten halen met een iets wat gehavend elftal. Want volgens mij werd toen Ralf ook nog ziek in op die dag. En, de competitie tegen AZ was hier natuurlijk geweldig. Hè. Die twee kwamen 2-0 achter. Danny moest eraf, heel snel. En toen gaven we er eigenlijk weinig meer voor. Maar toen hebben we zoveel veerkracht getoond door in de laatste minuut zelfs met een man minder de gelijkmaker te maken. Ja, en Fortuna thuis, dat was ook een derby. En wij hebben wel het vermogen gehad, vind ik, de laatste, niet alleen de laatste 2 jaar in de Eredivisie, maar ook in de Jupiler League, om op de juiste momenten de punten te pakken. En dat is wel een kwaliteit van deze ploeg. Oh, die is snel. Die is er knap langs. Nu terugleggen. Lappa en Seuntjes. Nou, doorkop is van een speler van Fortuna. En Lappa profiteert daar geweldig van. Wat een heerlijke uithaal. Op Poku voor het doorkoppen richting Lappa. Kozelev is daar gezien. En dan is dit 3-1. Mlappa, dit is het moment. Kijk eens even, want als hij kan aanzetten, dan kan hij er vandoor en kan hij scoren. Kijk, en dan hebben we weer terug een wedstrijd. Hier, Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt naar de man uit en schiet die bal binnen. Joosten met de 2-2, maar de vlag is omhoog. Het is een goal, het is 2-2. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd, juicht mee, want het staat 2-2. Had u na november wel het gevoel dat VV wel veilig was? Dat er iets heel raars moet gebeuren, wilde u nog in gevaar komen? Ja, natuurlijk. Je ziet, kijk, er kan van alles gebeuren. Maar ik wist wel dat wij een stabiele groep hadden. En ik wist wel dat wij niet zomaar heel veel wedstrijden achter elkaar zouden verliezen. Hè. We hadden een elftal wat in balans was. We hadden voorhoedenspelers die scoorden. De verdediging stond goed. Middenveld waar je creativiteit en werklust had. Een goede keeper. Dus dat zet je dan weg tegen een aantal andere ploegen. En dan dat is niet grootspraak achteraf. Maar dan heb je wel zoiets van, het moet wel heel gek lopen. Moeten wij dit jaar in de problemen komen? Alleen dat, om de rust te bewaren, spreek je dat natuurlijk niet naar buiten toe uit. Maar intern hadden wij dat wel. Was dat gevoel er nog steeds nadat er met 4-1 van Heracles en Feyenoord was verloren? 0-0 bij thuis tegen Groningen. En dan het toch wel vervelende verlies bij Vitesse? Ja, want dat was ook niet zo. Het is vaak de buitenwereld die daar, de pers die daar heel spannend over doet. Je speelt uit bij Feyenoord, je speelt uit bij Heracles. Nou, die zijn volgens mij 60 eindig. Die zijn zeker thuis heel erg sterk.
De thuiswedstrijd tegen Groningen. Ik vond Groningen toen, en dat is uiteindelijk gebleken, vond hij toen al een heel goed elftal. En die hadden, ja, onder Danny Buijs hebben die gewoon een hele moeilijke start gehad. En ook een aantal keren waren die ongelukkig. Die hadden prima spelers. Dus we hebben hier toen het verhaal met Gerald gehad, met de VAR. Dus ik was daar niet zo rauwig omdat dat 0-0 werd. Ja, en als je dan Vitesse uit, Heracles uit, Feyenoord uit. Ja, dat zijn drie wedstrijden met het elftal van VVV die je ook gewoon alle drie kunt verliezen. Ik vind dat allemaal niet zo gek. 2-0 overwinning op PEC, een klinkende overwinning, dat zorgt wel voor een gelukkige kerst, denk ik, hè? Ja, daar werd toch wel een beetje druk op gelegd op die wedstrijd. We hadden natuurlijk een zware reeks, maar voor mij verklaarbaar. Ja, dan komt PEC hier zo en ik vond ook dat PEC nog steeds een goed elftal had. Hè. Die hadden onze twee beste spelers weg, of laten we zeggen de topscorers, hadden Mike van Duinen. Dus ja, die hadden gewoon ook een aantal keren dat het niet mee zat. Alleen ja, je moet dan, dat was wel een cruciale wedstrijd om die te winnen. Je duwde PEC naar beneden en wij konden met een heerlijk gevoel de winterstop ingaan. Dus dat was wel een hele fijne overwinning. 28e minuut, Susic. En deze is zonder twijfel in de bovenhoek. Geen enkele kans voor Van der Hart. En VVV staat met 1-0 voor. Het wordt weer Susic in de eerste helft. Mocht hij het twee keer proberen, was hij niet zo succesvol. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. En dan staat het 2-0 voor VVV. Prachtige vrije trap van Patrick Joosten. Dan komt hij de winterstop uit met een 4-2 overwinning in Den Haag bij ADO. Hoe belangrijk was die overwinning meteen na de winterstop? Ja, goed, dat was natuurlijk lekker. Want wij hadden, we hadden na de winterstop toch ook wel een lastig programma. Kijk, ADO uit is natuurlijk een lastige wedstrijd. En ook in die wedstrijd gebeurde weer van alles. 1-0 voor, of 1-0 achter, 2-1 voor, 2-2. Nou, dan krijg je het moment met Swinkels en Blappa. En dan win je die wedstrijd. Maar ja, dat zijn wel... overwinningen die tellen. Hè. Uit bij ADO, daar win je niet zo makkelijk. Dat heb je gezien. Die hebben ook gewoon een heel goed seizoen gehad. Ja, dat geeft gewoon heel veel vertrouwen aan zo'n ploeg. Joosten. Lijkt geen ruimte te zijn voor een schot. Vindt wel die ruimte. Die gaat erin ook. Joosten scoort met het nodige geluk. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja. Bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. De VAR heeft ingegrepen en Mlappa profiteert daarvan. Het is 3-2 voor VVV. Nu 2-2, want de andere twee VVV'ers zijn opgehouden met lopen. Is hier dan Grot. En die schuift hem erin en daarmee is het 2-4. En wint VVV in Den Haag. Toen kwam Emmy hier op bezoek. Dat was een wedstrijd. VVV stond nog in het linker rijtje. Winst had ervoor gezorgd dat je echt naar boven had kunnen kijken. Maar dan door wat opportunistisch voetbal van Emmy wordt die wedstrijd verloren. Ziet hij die wedstrijd als een kantelpunt? Nou, het gekke was dat wij speelden tegen Emmen uit en tegen AZ uit. Of Emmen thuis en AZ uit. En daar hebben we een tactisch plan neergelegd waarvan wij allemaal het gevoel hadden, dat moet kloppen. Ja, met name tegen Emmen thuis denk ik dat wij een van de betere wedstrijden van het seizoen hebben gespeeld. En daar heb je duidelijk niet gekregen wat je verdiende. Maar goed, die wedstrijden heb je erbij. Soms krijg je wat en soms verlies je wat. Maar dat was wel een hele grote teleurstelling, omdat ik vond dat we die wedstrijd verdienden te winnen. Maar als je dan in de 95e minuut nog een goal om je oren krijgt, waarvan ik ook vond dat we slecht verdedigden. Dus dan is dat ook wel weer een punt dat je kritisch naar elkaar kijkt. Van je ziet toch dat wij een aantal hele goede resultaten hebben gehaald. Hè? Winst bij ADO en dan heb je Emmen thuis. Ja, dan moet je ook in ieder geval niet meer verliezen. Dus dat was ook wel weer een leermoment voor heel veel jongens. Natuurlijk gaat Joost eerst naar zijn rechter, dan naar zijn linker. Goeie actie, bijna een eigen goal en dan zit hij er alsnog in. En staat VVV op voorsprong. Opoku maakt hem. Banink, verre hoek, het is gelijk. Wat een goede goal zeg van Alexander Banink. Anko Jansen, Arias, doelpunt. Wat een goede goal zeg van Emmen. Joosten, Suntjens ging vroeg omhoog. Oh, hij zit er alweer in. En hoe hij het doet, doet hij het. Maar Opoku maakt zijn tweede. En het staat weer gelijk. Klok
richting Pedersen. Die je altijd in de gaten moet houden in de extra tijd. En de goal van Chacon. Het is 2-3. Vijfde minuut extra tijd. En Chacon zet Emmen voor de tweede keer vanavond op voorsprong. Is het alleen op het moment meteen meegenomen na de wedstrijd tegen Willem II? Toen zo'n wedstrijd wel gewonnen werd. Ja, maar dat was eigenlijk weer een hele andere wedstrijd. Want ik vond tegen Emmen ons echt veel beter spelen dan Emmen. En tegen Willem II vond ik Willem II veel beter dan wij. En daar krijg je dan weer die overwinning. Eigenlijk, die kwam uit de lucht vallen. Want ja, Willem II maakte 1-1. En dat vond ik op dat moment de betere ploeg. Die hadden aanspraak op meer. Ja, wij krijgen één kans met Mlappa en die schieten we binnen. Dus ja, wat je dan een week eerder laat liggen, pak je die week daarna weer terug. Tegenover Dankerlui. Van Ooyen, lekker de bal en de goal van Mlappa. Dat is dus succesvol. En daar waar Willem II de eerste helft heeft gedomineerd, staat VVV kort voor rust op voorsprong. Lindhorst, groot talent. Dit doet hij voortreffelijk. Van Ooyen, kans voor Mlappa. Mlappa, dat moet hem zijn en dat is hem. Het staat 2-1 voor VVV. Zo sorteert die wissel van Maurice Stijn meteen effect. Van Ooyen naar het middenveld. Van Ooyen bereikt Mlappa. En Mlappa maakt zijn tweede doelpunt van de avond. De nederlaag tegen Heracles, ook in die fase, was zuur. Penalty van Heracles. Nog zuurder was de ernstige blessure van Gerald Promes. Is die blessure een schaduw eigenlijk over het hele seizoen? Ja, voor mij wel. En voor heel de ploeg. Kijk, ik heb... Als trainer zijn er 5 jaar met Gerald gewerkt en daar heb ik echt geweldig mee gewerkt. Dat is een geweldige rots in de branding in het veld, maar ook buiten het veld. Belangrijk in de kleedkamer, leiderstype. En ja, soms heb je met spelers dan, en dat was ook met Gerald, zeker gezien zijn leeftijd, daar heb je gewoon iets meer mee. Dat is gewoon een volwassen kerel. En ja, weet je, we hadden met elkaar afgesproken dat we gewoon gaandeweg het seizoen zouden kijken hoe fit ben je en ga je verder. En Gerald had mij aangegeven, ja, ik wil wel waardig afsluiten. Als ik het niet meer op kan brengen, dan moeten we stoppen. Maar wij waren er eigenlijk allemaal over uit. En ook Gerald, dat ja, op het moment dat hij zo speelde, dat hij nog makkelijk een jaar meekomt. Ja, en dan krijg je dat moment. Ja, dat is voor mij wel echt de domper van het jaar. Echt, dat was echt, daar was ook heel de ploeg, maar ook de staf was daar echt van slag van. En natuurlijk, die wedstrijd verlies je. Overigens ook volledig onterecht, want ik vond het een hele makkelijk gegeven penalty waarbij wij er een hadden moeten krijgen, vond ik bij 0-0. Maar alles werd overschaduwd door de blessure van Gerald. Bent u dan blij dat er zo'n oplossing is gevonden, dat Gerald aan zijn herstel mag werken hier en dan een nieuw contract kan verdienen? Ja, dat hebben we met elkaar hebben we dat doorgesproken. En Gerald is een clubman geworden. We hebben heel veel mooie periodes meegemaakt. We zijn kampioen geworden. We zijn in de Eredivisie beland. We hebben het goed gedaan. Ja, en dan ga je met elkaar rond de tafel. Gerald is 35. En dan ga je toch kijken van, nou oké, hoe kunnen we aan zo'n persoonlijk drama, want dat is het natuurlijk, hoe kunnen we daar een goede middenweg in vinden? En ik hoop dat we die gevonden hebben op deze manier. Het foutje met Saoud. Balletje doorgeven bij Edwards, dat moet 1-0 voor Excelsior zijn. Nee, wat heeft Oenerstal toch een prachtige reflectie. De vrije trap van Peter van Ooyen. Dame wijkt terug en moet dan toezien hoe VVV in die slotseconde toestaat. Opoku doet het dat toch. 46 minuten en 11 seconden staat er op de klok. Ja, dat is nog eens in de slotseconde toeslaan. Opoku wint het. Er zijn 2 Excelsior-spelers. Bruins, Bessaoud. Bessaoud die de bal goed meeneemt. En daar is de bal binnen. Nee. Wat een goede redding van Oenerstal. Begin maart werd er gewonnen van Excelsior. Ook een belangrijke wedstrijd, want Excelsior was gewoon een directe concurrent van VVV. Had u toen het gevoel, toen u thuis kwam na die wedstrijd, van de degradatie, daar spreken we niet meer over? Nee, dat was een cruciale wedstrijd. Ik weet dat Excelsior op 26 punten stond en wij op 29. En, dus het was of gelijk of wij gingen naar 32. En dat deden wij. En ook in die wedstrijd hebben we ook een aantal keren geluk gehad. Lars die pakt 2 waanzinnige ballen. En, dat zijn dan net de wedstrijden die het verschil maken aan het einde van de rit. Dan volgt er wel een fase waarin er maar 1 punt gepakt wordt. PSV, NAC, Utrecht en Feyenoord. Het zijn wel weer van die wedstrijden van als je daar als VV maar 1 punt pakt, vooral uit bij NAC,
Er mag niemand over klagen. Nee, ja, dat is eigenlijk zo'nzelfde rijtje als wat je net zei met Heracles uit, Feyenoord uit en Vitesse uit. Je speelt bijvoorbeeld Utrecht thuis. Dat vond ik matig van onze kant. Maar je komt dan toch met 2-1 ga je de rust in. Ja, de tweede helft was gewoon een hele slechte wedstrijd tegen een heel goed elftal, tegen Utrecht. En die stonden op dat moment ook vijfde. En ja, die wervelden over het veld heen. Dan zie je het verschil in kwaliteit. Ja, NAC uit. Denk ik dat we misschien wel onze minste wedstrijd van het seizoen hebben gespeeld. En dan wat we dan wel geleerd hebben bijvoorbeeld met de wedstrijd tegen M is. Ja, uiteindelijk als je die wedstrijd niet kunt winnen. En die wilden we graag winnen. Maar was er ook weer een ander verhaal met een nieuwe trainer. Dan moet je in ieder geval het punt koesteren. En dat hebben we daar gedaan. Speelde de bal in. Ja, en dan gaat Van Arnold de fout in. En is het wel heel koeltjes en heel bitter dat VVV profiteert via Mlapa. Die maakt zijn 11e van het seizoen. Poei. Dat is toch niet echt handig wat Van Arnold hier doet. VVV niks in te brengen tot nu toe. Helemaal niks. Maar wel 1-0 voor. Opoku. Grot. Ja! Grot is dan toch de joker. En dan is het 1-1. J. Roy Grot. Daar waar het een paar minuten geleden lange tijd 2-0 leek, is het nu 1-1. Toen volgde het gelijkspel bij Fortuna. Dat was eigenlijk het begin van de ommekeer, want heel veel Venlonaren waren bang voor nog zo'n einde van het seizoen als vorig seizoen. Punt bij Fortuna, weer een derby. En toen was VV echt veilig. Ja. Ja, dat was ook een mooi punt. Ik vond dat we daar slecht begonnen aan de wedstrijd. En dat we ons herstelden de tweede helft. En ik denk als die wedstrijd nog 5 minuten langer had geduurd, dan hadden we waarschijnlijk kunnen winnen. Maar ja, we kwamen toen wel op 34 punten. En dat is toch dat is altijd de magische grens, ook nu weer. En als je dan ziet hoe wij na die wedstrijd tegen Fortuna, hoe wij ons op hebben gericht. En iedereen was bang voor zo'n dip als vorig jaar. En ik heb dat al heel snel kunnen weerleggen, omdat ik vond dat vorig jaar was het een heel ander verhaal. Eerste jaar Eredivisie. Groep kleiner, maar ik vond ook de spelers 12 tot 18 vond ik minder in kwaliteit. Een aantal blessures. Dat was nu niet. Vorig jaar moesten wij heel, heel aangepast trainen. En nu hebben wij eigenlijk tot aan het laatste moment. Vorige week hebben we nog 2 keer bikkelhard kunnen trainen, omdat de groep topfit was. Dus dat was voor mij een heel ander verhaal. Dus ik was er ook niet bang voor dat wij zo'n dip zouden krijgen. Was de 4-1 overwinning op de Graafschap thuis dan ook een beetje voor u een overwinning op alle criticasters? Ja, nou goed, weet je, ik snap het wel. Want ik snapte dat de buitenwacht daar zo naar keek. Alleen ik had daar een heel plausibel antwoord voor. En dan is het wel, is het wel fijn voor ons als staf en voor de spelersgroep dat het plausibele antwoord wat je al een aantal weken roept, dat ook uitkomt in zo'n wedstrijd. Opoku. Bertrams weer terug. Komt hij er langs. Mlapa uit de draai terugleggen. Zeuntjes, ja. Zeuntjes scoort. Hij wil dat iedereen weggaat. Hij wil dit feestje in zijn eentje vieren. Reuseler. Opoku. Zeuntjes in één keer goed door. Op Reuseler. Die komt er. Ja, buitenspel denk ik. Mlapa. Hij tikt hem aan. Er wordt gevierd. Maar hier wordt zeker en vast naar gekeken. Is dit Opoku? Is dit Grot? Is het 1-3 of 3-1? Gaat een duel aan en dan is dat stevig. Joosten, prima. Neemt hij die bal mee? Weet hij die bal nog bij een ploeggenoot te krijgen ook? Ja, dan is het 4-1. En is het gedaan. Maar dit is wel een flinke dreun. Wellicht zelfs een mokerslag. Eentje die na zal blijven trillen in de hoofden van de spelers en de begeleiders bij de Graafschap. Ruimtes lijken wat groter te worden opeens. Wanneer komt die steekpaas op het juiste moment? Nu dus. En daar is dan ook meteen de 1-1. Susic geeft. Grot maakt af. Torsby wint wel in de lucht, maar kopt de bal de verkeerde kant op. En Mlapa heeft hem nu. Hij heeft Stijn bij zich. Hij geeft hem aan Grot. Dat is geen gekke gedachte. Dekker vanuit de lastige hoek. En daar is Stijn. En dan zit hij erin. En heeft hij gescoord. Het zijn de invallers die het doen. En voor de familie is dit wel een hele bijzondere natuurlijk. Ja,
Trotse trainer, trotse vader. VV zat in een flow, punt bij Heerenveen, wat ook door velen misschien niet verwacht was. Maar de zaak van Seuntjes werpt dan toch een schaduw over die fase van het seizoen. Hoe kijkt u terug op die situatie? Ja, dat is de andere domper van het seizoen. Dat is vervelend geweest en pijnlijk geweest. En als je 4 jaar lang met heel veel plezier samenwerkt met Ralf. Niet alleen ik, maar de hele staf en de spelersgroep en de club. Ja, en er gebeuren een aantal dingen waarvan wij vonden van ja, dat past niet bij... Bij hoe we met elkaar omgaan, ja, dan moeten we, vind ik, als club ingrijpen. En dat vind ik wel vervelend, want dat is mij nog niet zo heel vaak overkomen, dat we spelers weg hebben moeten sturen. Ik vond dat Ralf en de club hadden dat niet verdiend, want wij hadden door de voordeur met elkaar afscheid moeten nemen. En dat is helaas niet gebeurd, dus dat vind ik wel een smetje op het seizoen. Heeft u naar eigen zeggen toen goed gehandeld, voor uw gevoel? Nou, weet je, je handelt in samenspraak met de club, in samenspraak met de staf, in samenspraak met de directie. En dan kom je tot de conclusie dat er voor ons geen weg meer terug was op deze manier. En ja, er is geen goed of slecht handelen in dit verhaal. Ik vind dat er in zo'n situatie zijn er eigenlijk alleen maar verliezers. En dat is Ralf, dat ben ik, dat is de club. Het is gewoon heel jammer dat dit gebeurd is. Helaas gebeurt dat. Maar ja, ik geef Ralf het allerbeste. En ik hoop dat hij een hele mooie club vindt. En dat ik nog een aantal jaren van hem mag genieten op het veld. Maar ja, dit konden wij niet anders oplossen. Wat was uiteindelijk het doorslaggevende factor om het contract van Ralf te ontbinden? Nou ja, goed, wat ik net al zei, er zijn een aantal dingen, met name in de pers gezegd door Ralf, richting de club. En met name richting de spelersgroep. Ik vond dat niet gepast. Op het moment dat jij je op die manier buiten de groep plaatst en daar ook bijvoorbeeld niet je excuses over maakt, want je kunt allemaal wel eens iets zeggen, maar ook niet je excuses maakt, nou, dan zijn het bewuste acties. En dan pas je niet in het teambelang of in het clubbelang. En dan zullen we ingrijpen en dat hebben we ook gedaan. Laatste fase van het seizoen kwam er weer een gerucht naar boven. PEC Zwolle en Maurice Stijn, match made in heaven, werd in Zwolle gezegd. Maar vlak voor de laatste wedstrijd tegen Vitesse heeft u PEC een duidelijke nee verkocht. Waarom? Zoals iedereen weet was er heel duidelijk interesse van PEC. En die hebben zich keurig netjes bij mijn management gebeld, bij de club gemeld. En ik had voor het eerst in al die tijd zoiets van, nou, ik wil toch wel eens naar het verhaal luisteren. Een goede, stabiele club, een rustige club. Er zijn in het verleden meerdere mogelijkheden geweest om van club te verkassen. Dat heb ik nooit gedaan. Ook de gesprekken niet aangegaan. Maar ja, nu voelde dat goed en dat waren ook prima, was ook een prima gesprek. Nou, en uiteindelijk... Kom je op basis van de voorwaarden en ook wel een beetje de tijdsdruk, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had gewoon iets meer tijd nodig om een aantal dingen te regelen. En PEC wilde eigenlijk heel snel schakelen, die wilde eigenlijk niet wachten. Dan kom je op het moment dat je er niet uitkomt. Dat is in heel goed overleg gegaan. PEC heeft er ook gisteren ook een keurig statement naar buiten over gebracht. Soms kom je daar tot de conclusie dat het gevoel goed is. Ik had ook echt een prima gevoel bij de club, bij de mensen daar. Ja, dat je er niet uitkomt. En dan moet je allebei verder. Susic stuurt Mlapa weg. Mlapa tussen twee spelers van PEC. Blijft hij ze de baas en scoort hij de 1-1. Wat is dat toch een uitstekende spits. Nummer 13 van het seizoen. De meest scorende buitenlander ooit voor VVV. Heeft nog absoluut een acceptabel niveau, Diederik Boer. Maar is toch gezien bij deze goal van Mlapa. 2-1 voor VVV. Van Ooyen zou het een keer kunnen proberen. Van Ooyen en Boer blundert bij zijn afscheid. En dat gun je niemand. Grot. Veel sterker natuurlijk dan Van den Berg. Mlapa staat klaar en Mlapa maakt zijn hattrick. VV gaat in een positieve zin het seizoen uit. Veel positiever als we kijken naar vorig seizoen. Hoe belangrijk is dan die laatste fase voor je? Ja, dat is heel belangrijk. Als je ziet dat wij op 41 punten komen dit jaar en daar een record hebben.
Dan is dat voor de hele club en voor de stad is dat belangrijk. Je hoopt dat, dat we de vervolgstap kunnen maken met het stadion. Dat we volgend jaar wellicht nog een betere spelersgroep hebben. Daar zijn we heel hard mee bezig. Op kantoor is iedereen keihard aan het werk om het beter te maken. Dus je ziet dat de club leeft. Je ziet dat de club in beweging is. Je ziet ook, en dat is misschien wel het mooiste compliment, dat wij vanaf de eerste speeldag nooit als degradatiekandidaat gezien zijn. Door niemand niet. En als je weet dat met welke budgetten wij werken en dat de tweede jaar Eredivisie, dat is het allermoeilijkste wat er is. En als je dat dan niet één keer in dat rijtje genoemd wordt, dan is dat een ongelooflijk groot compliment naar de hele club. Daar zegt u wat, maar eigenlijk was dat vanaf de eerste speelronde daarvoor, werd VV samen met Emmen en Fortuna gezien als de degradatiekandidaat. Ja, maar eigenlijk vanaf de eerste speeldag is dat niet meer geweest. En ik moet ook zeggen dat ik daar, in tegenstelling tot vorig jaar, ook veel minder over gelezen en gehoord heb. Dus dat geeft aan hoe de buitenwacht naar ons kijkt. Met welk gevoel kijkt u terug op het afgelopen seizoen? Ja, met een heel positief gevoel. We hebben, denk ik, voetballend een stap gemaakt. Ik denk dat we wedstrijden, een aantal wedstrijden beter gespeeld hebben dan vorig jaar. Ik denk dat het met name het reactievoetbal van vorig jaar, dat dat plaats heeft gemaakt voor iets meer controle. Hele mooie overwinningen gehaald. Twee dompers vind ik, dat is het verhaal met Gerald vind ik een domper, het verhaal met Ralle vind ik een domper. Maar overal hebben wij, ben ik heel erg tevreden over de manier waarop wij ons weer gepresenteerd hebben aan Nederland. En dat maakt me ook wel trots. Tot slot hebben we nog een paar stellingen. Graag beantwoorden alleen ja of nee. Als ik terugkijk op het afgelopen seizoen, hebben we met de staf en de selectie er het maximale uitgehaald. Ja. Als ik de bekerwedstrijd tegen AZ over had kunnen doen, had ik dezelfde spelers laten starten. Ja. Als we thuis van Emma hadden gewonnen, hadden we ons met VV kunnen richten op play-offs voor het Europese voetbal. Nee. De selectie van dit seizoen was een stuk sterker dan die van vorig seizoen. Daar kan ik geen ja of nee op zeggen. Omdat we hadden andere kwaliteiten. Vorig jaar hadden we echt een stukje opportunisme voorin. En nu hadden we toch wel weer meer lengte. Dus nou, ik vind dat moeilijk te vergelijken. Ik denk dat ze niet zoveel voor elkaar onder hebben gedaan. Het verhaal was dat we nu gewoon een jaar verder waren en wat stabieler waren. Pino Malapa heeft met 15 doelpunten voor een wonder gezorgd. Ja. De positie van Lars Unnerstal is heel moeilijk te vervangen. Ja. Volgend seizoen wil ik met VVV hoger eindigen. Ja. Het publiek in Venlo mag wat vaker tot het einde blijven zitten, ook als we achterstaan. Ja. Ik heb dat kunstgras in de kool er liever vandaag dan morgen nog uit. Ja. Ik ben, Maurice Stijn, bij aanvang van het nieuwe Eredivisie seizoen nog steeds trainer van VVV Venlo. Ja. Dan hebben we nu nog een kleine top 3. Ja. Ik weet niet of je het gezien heeft het afgelopen seizoen. Spelers mochten kiezen in de reguliere uitzendingen. En de favorieten zijn gezien. De winst bij Willem II, het doelpunt van Danny Post, is de absolute nummer 1. Doelpunt van Patrick Joosten, 1-2 tegen ADO Den Haag, heeft er lang in gestaan. Ook het applaus voor Gerald Promes was een graag geziene gast in de top 3. Ze kunnen er nog een heel paar opnoemen. Welk moment denkt u dat er echt nog in moet staan? Van die drie? Ja, of Tom misschien nog niet heeft ingestaan. Ik vond ook het moment nu, na afloop, het afscheid nemen van de spelers. En daarbij ook de ereronde. Maar ook het feit dat bijna het hele stadion bleef zitten, vind ik ook een heel mooi moment. En daar kan ik oprecht van genieten. Meestal duurt dat lang. Maar als je dan al die spelers voorbij ziet komen, en je ziet Gerald voorbij komen, en Lars, en Mlappa, en nou ja, goed. Ik wil niemand tekort doen, want met alle 11 hebben we hartstikke goed gewerkt. Ja, je maakt die ereronde en je ziet dat het hele stadion nog blijft zitten. Dan vind ik dat ook een heel mooi moment. Dat vind ik een compliment naar de hele club toe. Is dat een mooie afsluiter voor dit interview, maar ook voor dit seizoen? Ja, dat denk ik wel. Want dat belichaamt het seizoen. We zijn met z'n allen vooraf hebben een bepaalde doelstelling neergezet. En daar heb je het publiek bij nodig. Ik heb ook het gevoel dat het toch steeds weer wat drukker wordt in het stadion. We hebben het publiek, denk ik, dit jaar weer iets meer kunnen bieden dan vorig jaar. En dan hoop je ook dat het publiek
ook nog steeds weet met welke beperkte budgetten we moeten werken. Want dat is gewoon zo. En dan moet je ook soms accepteren dat we wedstrijden verliezen. Hè, zoals gisteravond tegen Vitesse. Ja, dan mis je een aantal mensen. En dan is Vitesse gewoon een elftal wat veel beter is dan wij. En dat, op het moment dat we die realiteitszin hier kunnen hebben. En dat is het enige wat ik nog wel eens mis. Hè, dat de roep om Europees voetbal of dat we een dip hebben. Of ja, we moeten wel heel reëel blijven. Wel de afgelopen jaren de ene laagste begroting en het ene laagste spelersbudget. En als je dan ziet wat wij gepresteerd hebben, dan vind ik dat daar ook wel weer een stukje realisme tegenover mag staan. En dat hoop ik volgend jaar dat de mensen dat ook nog iets meer gaan beseffen. Mag ik je namens heel Venlo en alle VV-fans bedanken voor weer een geweldig VV-seizoen? Ja, zeker. En ik wil ook namens mezelf en de hele club ook jullie bedanken. De kijkers bedanken, maar ook alle mensen die VVV een warm hart toedragen. Want zo voelt dat voor mij ook echt. De staf, de mensen op kantoor, de directie, iedereen, de spelers. Je merkt gewoon dat het echt een hele grote VVV-familie is. En ja, met elkaar zie je dat we tot heel veel in staat zijn. En dat vind ik wel heel fijn. Dankjewel. Oké. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering & Lunch Service.